Ik ga vandaag powerfood maken. Ik heb hier de ingrediënten liggen. En hiermee ga ik aan de slag. Ik ga de mix van kokosnippers, hennepzaad, chiazaad, sesamzaad, maanzaad, pompoenpitten, zonnebloempitten allemaal in een mixer doen. En daar doe ik dan ook wat kaneel bij. Dit doe ik dan in een kom. Dan doe ik hier de gedroogde vijgen in. Ik heb trouwens alles gewassen, gedroogd, gecontroleerd en afgewogen. De gedroogde vijgen heb ik weer in een kom gedaan. Dan doe ik hier de gedroogde abrikozen in. En dit ga ik dan ook weer mixen. Dadels erin gedaan en dit ga ik ook weer mixen. En als laatste doe ik de gedroogde pruimen erin. Je kan er trouwens ook voor kiezen om er noten in te doen, amandelen, walnoten en dat soort dingen. Ik heb het niet gedaan omdat ik pompoenpitten en zonnebloempitten en al die andere dingen erin heb. Ik ga dit weer mixen met elkaar. Ik heb hier een grote kom. Hier ga ik alle ingrediënten in doen. Zorg ervoor dat je kom helemaal droog is, dus gewoon echt geen water in zit. Oké, dit ga je dan mengen. Dit kan je gewoon met je handen doen. Wel je handen eerst heel goed wassen. En je kan ook honing toevoegen of suiker, maar ik heb dat niet gedaan, want dit is al heel zoet van, uit zichzelf. En honing maakt het nog zoeter. De powerfood is klaar. Ik heb het in een bakje gedaan. Ik doe zo meteen de deksel erop. En je moet ervoor zorgen dat, dat het luchtdicht is. Dan kan je hem gewoon het langst bewaren. Ik heb al geproefd. Echt super lekker. Alleen ik zou hier niet te veel van eten. Want het zit echt vol met calorieën. Maar het is hartstikke goed voor je. Het is gewoon gezond en zo. Maar niet te veel. Ik zal in de beschrijving de voordelen van deze powerfood erin zetten. En de ingrediënten afgewogen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!